Hoi allemaal, het is weer tijd voor een na de zwangerschapsupdate. Ik zit nu meteen te denken, hoeveel weken is hij ook weer? Volgens mij is hij 14 weken, maar ik ga het even checken. Want ik ben altijd een beetje in de war op een gegeven moment. Nee, volgens mij is hij 14 weken. Volgens mij is hij maandag 15 weken. Het is nu vrijdag. Nee, grapje, hij is nu 5. Nee, wel, 14 weken. Ja, 14 weken. En anders is het 15. Doe het er ook niet op. Ik was dat trouwens aan het opzoeken in de Oeik Groei app. Ik zal meteen even vertellen dat die Niels alweer in een sprongetje zit. In sprong 4 zit hij. Dus dan staat er weer zo'n donderwolkje. En dit is de sprong van de gebeurtenissen. En dan kan je altijd kijken van wat voor vaardigheden. Wat hij dan kan na deze sprong. Heel actief zijn. Hij gaat niet meer mis als hij iets pakt. Nou, dat heeft hij sowieso al niet meer. Hij stopt moeders hand in mijn mond. Nou, dat doet hij zeker. Dat deed hij ook al voor dit sprongetje. Echt alsof het een soort maïsgolf is, begint hij hem af te kluiven. Trekt een doekje van zijn gezicht. Nou, dat doet hij nog niet heel erg. Hij slaat wel met dingen, zeg maar, op een tafel of zo. Maar nog niet heel duidelijk. Maar hij reageert zeker op zijn spiegel. Want dat is echt te leuk. Als ik met hem voor de spiegel sta, dat is hilarisch. Nou ja, en allemaal van dat soort dingetjes. Nou ja, goed, daar doet hij dus aan mee. Dus hij zit nu in sprong 4. En dat is een vrij lange sprong. Ik moet zeggen dat we er niet heel veel van merken. Sommige sprongetjes merken dat hij heel erg huilerig is of onrustig of zo. Dat is het eigenlijk niet. De grootste verandering is dat Niels heupdysplasie blijkt te hebben. Vlak nadat ik vorige vlog opnam, volgens mij, moesten we naar het ziekenhuis om een echo te laten maken. Dat komt omdat het erfelijk is. Een van zijn broers heeft heupdysplasie gehad als kindje. En omdat dat dan qua erfelijkheid, word je dan automatisch daarop gecheckt. Dus ik was echt, ik ging mijn moeder, we hadden er echt niks van verwacht. Want we dachten, nou weet je, hij doet alles prima. Het consultatiebureau is ook gewoon, het is meer gewoon omdat het erfelijk is. Ik zie nu niks aan hem. Nou, prima. Dus wij gingen erheen. Nou, een echo gemaakt. En toen wisten ze het aan één kant niet helemaal zeker of het niks was. Ik voel ergens een haar ergens. Aan één kant wisten ze het niet helemaal zeker. Dus ze zei, nou, voor de zekerheid nog even een röntgenfoto. Nou, prima. Foto. Nou, toen wisten ze het nog niet helemaal. Dus dan ga je door naar de orthopeed. En die zei, ja, hij heeft een spreidbroekje nodig. Nou, dat was best wel even een klap. Want ik had het gewoon echt niet verwacht. Want hij kan in principe gewoon alles. En vaak kan je het ook merken, zeg maar, aan dat ze bepaalde dingen niet goed kunnen, zeg maar, qua benen spreiden en zo. Nou ja, goed, we hadden het niet helemaal ingecalculeerd. Maar goed, prima, fijn dat het nu ontdekt is. Ik had wel het gevoel dat het een beetje randgeval is van, nou, heeft hij het of heeft hij het niet. Maar, nou, heupdysplasie, heel kort gezegd, ik ben natuurlijk niet medisch, maar je hebt ook het kommetje, zeg maar, en het bordje. En dat hoort, zeg maar, zo te zitten. En bij heupdysplasie staat het zo. Dus dat moet door, zeg maar, meer omheen groeien. En dat kan blijkbaar dan nu nog vrij makkelijk. Waarom voel ik nou de hele tijd een haar? En dat doen ze door middel van een spreidbroekje. Ik ga even kijken, want ik heb daar ook een plaatje van. Want, nou ja, ik reed dus mijn moeder terug vanuit het ziekenhuis. Ik dacht echt, oké, hormonen en zo. Ik dacht echt, nee, en waarom? En ik vind het zielig. En die dokter had al gezegd, het is echt zielig, echt, zeg maar, erg voor de ouders dan voor het kindje. Het kindje, dat heeft het allemaal niet in de gaten. En even kijken hoor. Nou, dit is het. Ik heb dat eventjes, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Wacht eventjes. Hier en zo. Nou, ik denk niet dat jullie het kunnen zien. Ik zit even, oh ja, zo. Dat is het dus. Nou, dan niet in het paars uiteraard. Ik dacht, jeetje, wat een gevaarte. En oh nee. Sinds vandaag heeft hij het broekje. We zijn ook vandaag naar het consultatiebureau geweest. Dus ik zal er allemaal meer over vertellen. Maar hij heeft dus sinds vandaag het spreidbroekje. Het is niet echt een broekje. Het is meer dus een soort constructie van banden. Dus er zitten hier twee bandjes. Die lopen op zijn rug dan kruisings. En die zitten dan vast onze borst, zeg maar, met een, ook weer een band. En dan heb je nog twee aparte dingen die om de beentjes gaan. En die hijsen als het ware de knietjes, zeg maar. Dus die, als dit dan, dit zijn even de benen, dan hijsen ze, zeg maar, zo dat ze goed in die kommetjes zitten. Maar het heeft dan wel een bewegelijke variant. Zij kan daar wel gewoon heel veel mee.
En ik baalde heel erg, want hij kan zich al omdraaien. Dat is hartstikke vroeg. Maar dat kan niet al. Van zijn buik naar zijn rug. En niet per ongeluk. Hij kan het echt. Want eerst zag ik nog een keer. Hij doet het toevallig twee keer achter elkaar. Gewoon omdat het toevallig lukt. Maar hij kan het echt. En nu was het ook een keer in de dagfles. Hij zei, ja, Niels kan ineens omdraaien. En hartstikke snel. Ik zo, ja, dan had ik misschien even moeten vertellen dat hij dat al kon. Want dat moest ik natuurlijk rekening mee houden. Was ik vergeten te zeggen. Maar dus ik dacht, ah nee, dan kan ik dat niet meer doen. Maar de dokter zei dat hij dat eigenlijk ook wel zou kunnen moeten kunnen in dat pakje. Dus waarschijnlijk komt het goed. Maar het is dus een heel gedoe. Ik denk dat ik ook eventjes daar wat meer over ga vertellen als ik er wat meer over weet. Want nou, we hebben het nu sinds vandaag. Maar wat ik denk ik wel ga doen is een shoplogje opnemen met wat kleertjes die daar geschikt voor zijn. Want we kwamen erachter dat wat hij heeft dan niet zo erg praktisch is. Dus mijn lieve mama is zo... Dus de oma van Niels is zo lief geweest om eventjes wat dingetjes voor hem te kopen. En ik denk dat ik daar even een shopblogje van ga opnemen. Laat me weten of jullie het leuk vinden. Jullie vroegen ook om een filmpje. Oh, super lieve reacties trouwens op de Baby Must Have. Thank you. En ik ga dus ook nog een filmpje over Kolf opnemen. Want ik hoorde dat jullie dat ook wel heel fijn zouden vinden. Dus dat ga ik ook nog doen. Druk, druk, druk. Nee, hartstikke leuk. Maar goed, dus dat broekje heeft hij nu aan. Nou, weet je, het is zo'n vrolijk kind, zegt ongelooflijk. We krijgen ook overal waar we komen te horen. Is hij altijd zo lief? Ja, hij is altijd zo lief. Sinds hij geen krampjes meer heeft, is het echt, nou, het is echt een voorbeeldig kindje. Nou, dus waren we ook bij het consultatiebureau. Dus hij had een beetje een pechdag vandaag, want alles dus tegelijk. Dus consultatiebureau, nou, hij groeit hartstikke goed. Ik dacht, ik neem even de groeigids mee die je dan krijgt. En dan kan ik even namelijk laten zien. Dan kan ik even weer vertellen hoe groot die is en zo. Want normaal sla ik die maten redelijk goed op, maar ik was nu een beetje kwijt. Even kijken hoor, want waar hebben ze het nou opgeschreven? Oh, hier. Even kijken. 3 maanden oud. Hij weegt 6550 gram en is 62,6 centimeter. Hij zit nog steeds net wat boven de middenlijn, dus helemaal goed. Verder was hij ook helemaal door de keuring heen. Ja, hij doet het gewoon echt super goed. We nog vaak van moeten nog wel ergens op letten. Nou, dat was allemaal niet het geval. Hij doet het gewoon super goed. De batterij was leeg, maar goed. Wat ik volgens mij aan het zeggen was dat hij dus het consultatiebureau zei dat hij het allemaal heel goed deed. En dat we ook dus niks hoeven te veranderen. Dus dat is fijn. Met zijn voorkeurshouding gaat het ook goed. Zeg maar hij had een voorkeurshouding, maar dat trekt ook steeds beter bij. Dus dat is ook fijn. Ik vroeg nog of er een relatie tussen zat, want zijn heupje is links en zijn voorkeurshouding was ook zeg maar naar rechts, dus zijn linkerkant niet. Maar ja, daar is nog nooit echt heel erg naar gekeken, maar een van de twee jeugdartsen, zeg maar, die zei van dat ze het wel vaker hoort, zeg maar. Dus, nou, dus dat. Ja, verder... heeft hij zijn prikje gehad, hield hij zich weer heel kanig en nou ja, was even huilen met het prikje erin zetten. En daarna was het gewoon weer lachen en gezellig. Een hele goede tip die ik van een van de meiden van mijn zwangerschapscursus kreeg, was om de bovenkant alweer aan te trekken voordat hij het prikje krijgt. Want de prikjes komen altijd in de benen. En als je dan alvast de bovenkleding hebt aangetrokken, dan scheelt dat je weer, zeg maar, voordat je weggaat. Want meestal zijn ze toch eerst dat prikje aan het voorbereiden. Dat vond ik een hele handige tip. Ze hadden bij Niels ook gedaan, alvast zijn rompeltje en zo aangetrokken. Hoeft alleen nog maar zijn broekje en sokjes aan en waren we good to go. Nou is Niels niet echt iemand die er verder een probleem van maakt. Dus het zou bij hem niet zoveel uitmaken. Maar ik denk als je een kind hebt wat er wel last van heeft, dat het wel heel fijn is om dat alvast te doen. Dan, hij is nog steeds heel erg verkouden. Wat ik gebruik is onder andere dit. Dit is zo'n neuspipetje. Dus dat doe je zeg maar zo en dan stop je het in zijn neus. Dan zuigt het zeg maar snot eruit. Ik moet zeggen dat het niet... Het beste is alle tijden, je gaat hier niet alles op mee wegkrijgen. Maar je kan natuurlijk zijn neus nog niet echt snuiten. Dus het is wel fijn als je het gevoel hebt, het zit best wel vol dat je dit even doet. En we hebben zijn hoofd uit van zijn bedje wat hoog gelegd. Door er wat onder zijn matrasje te leggen. En wat we nu ook hebben is een halve ui. En dat helpt ook heel goed. Dus ja, wat huistuin- en keukentips tegen verkouden baby's. En inmiddels... ben ik weer aan het werk. Dus opa past tegenwoordig op. En ik heb dus zo'n boekje waar opa en ik dan in kunnen schrijven, zeg maar. Dus ik heb sowieso allemaal tips, zeg maar, over hoeveel voeden. En ik heb ook even een plaatje met houding om te laten boren en zo.
dacht, maar mijn vader die, ja, weet je, die vindt het gewoon heel fijn om dit soort dingen even te zien en te lezen. Dan dat ik het alleen maar voor. Dus ik dacht, ik zet dat neer. En ook voorover sowieso handig om te hebben. Voor als je plotseling even oppas nodig hebt. Zo, dan heb je hier gewoon in ieder geval. Ik heb hier gewoon opstaan. Oké, om hoe laat eet hij? Wanneer krijgt hij zijn vitamine? Hoe warm je de melk op? En wat, gewoon wat tips erbij. Nou, hoe je hem dus kan laten boeren. Wat bij het verschonen, zeg maar, wanneer je verschoont en waar dan alles ligt. Nou, over spelen, wanneer we dat doen, over het slapen, over hoe de wasmachine werkt, wat je moet doen als je naar buiten gaat met hem. En eventjes onze telefoonnummers, gewoon dat er in ieder geval altijd even iets is dan als je snel even... Nou, het is gewoon handig. Dus ik heb het gewoon even allemaal uitgeschreven, ook omdat wij laatst dus een weekendje weg waren met z'n tweeën. En dat vond ik het wel heel praktisch, ook voor de andere opa en oma, dat ze ook wisten hoe of wat. En ik schrijf hier dan gewoon even, ik schrijf hier dan gewoon even een verhaaltje in van hoe de nacht is gegaan en of je nog eens rekening mee moet houden. En het is ook heel leuk om dat later terug te lezen, want mijn ouders hebben dat ook gedaan toen ik oppas had. En dan kan ik dus nu ook teruglezen van, nou, Karine was heel lief vandaag, en, of Karine was heel huilerig, of ze was niet lekker, of hartstikke leuk. Dus dat. Wat wilde ik zeggen net? Oh, als je hem dus nu ook af en toe hoort. Hij is dus nu een beetje huilerig en moe van zijn prikje. Eigenlijk huilt hij bijna niet. Maar hij zit dus nu en dat prikje en net in zijn heupbroekje. Dus wel een beetje wennen voor hem. En af en toe heeft hij ineens zo'n hot flush. En dat hij dan een beetje warm wordt. En nou, hij wil gewoon heel graag bij je liggen. En als hij bij je ligt, is hij gewoon stil. Dus ik denk dat ze nu net eventjes iets aan het doen is. Waardoor hij even niet bij hem. En dat hij dan meteen denkt, oh, ik heb nu gewoon even papa en mama nodig om tegenaan te liggen. Dus dat is alleen maar heel schattig. Dan ben ik dus weer begonnen met werken. Ik begin nu met 3 dagen. En dan ga ik langzaam weer terug naar 4 dagen. Maar ik heb gezegd, zolang ik borstvoeding geef, wil ik gewoon 3 dagen werken. Omdat het gewoon best wel een impact heeft op je lichaam. En ook, ja... Anders ben ik de hele tijd aan het kolven op mijn werk en aan het doen. Dus ik doe het nog even zo. En week 1 ging goed. Ik was echt kapot na de eerste dag. Ik was zo moe. Gewoon niet meer gewend. Die drukte. We hebben best wel een grote kantoortuin. Dus best wel veel herrie om je heen. En dan computerschermen. En, nou, en ik moest daar ergens kolven. Allemaal super goed geregeld trouwens. Dus ik heb daar gewoon zitten kolven. En dat ging eigenlijk ook best wel aardig. Dus... ja, het ging allemaal goed. Nou, Niels heeft een dagverblijf. Niels weer ophalen. Ging ook allemaal hartstikke goed. Zo mooi. Als je die lacht, dan ziet hij hem op moet halen. Terwijl hij daar heel erg naar zin heeft. Hoor, echt foto's gezien. Ik lacht hem echt stuk gewoon. Zo leuk om te zien. Zo'n app van het kinderdagverblijf. Dus eigenlijk ging het wel goed. Maar het is gewoon wel wennen. Het is gewoon een heel andere wereld. Ineens weer. En het is ook fijn. Maar het is ook gek. Verder gaat het met mij elke keer een stukje beter. Ik mag nu iets meer sporten. Gek genoeg bijvoorbeeld geen pilates, omdat ik een hele gespannen bekkenbodem heb. Dus ik moet juist die ontspanning leren. Ontspanning. Dus geen pilates. Dus ik heb nu weer een keer bijvoorbeeld Zumba gedaan. Niet dat ik nog heel veel mag springen, maar dat kan ik natuurlijk allemaal een beetje... Ja, in ieder geval het losschudden, dat is dan wel goed, zeg maar. Nou ja, die bekkenbodem, ik moet vooral het ontspannen leren en de oefeningen helpen wel. Want mijn waardes gaan nu al omlaag, zeg maar. Ja, ik heb dan zo'n soort eitje, breng ze dan in. Dan kunnen ze zien hoeveel je aanspant en ontspant. En die ontspanning moet dan, zeg maar, omlaag. En dat gaat gelukkig steeds beter. Verder gaat eigenlijk... Ik merk dat mijn haren beginnen uit te vallen, wel mild. Nog niet heel erg met bossen, maar wel dat ik denk meer dan tijdens de zwangerschap. Mijn nagels breken weer meer af. Allemaal dat soort dingetjes. En ik denk dat ik misschien wel ongesteld ga worden. Dus dat zou dan ook de eerste keer zijn. Ik heb geen idee ook wat daarin normaal is, maar dat is eigenlijk een beetje hoe het gaat. Dan zal ik nog even mijn buik laten zien. Ik heb zoals altijd weer een jongboek aan, want daar woon ik nou eenmaal in thuis. Ik heb een wijd shirt aan. Ik zal hem even iets verder wegzetten. Ik heb een wijd shirt aan, dus je ziet natuurlijk weer niks. Maar dit is mijn buik. En dit is hem zonder. Ik heb het gevoel dat het elke keer wel iets platter wordt. Maar dat het verschil niet heel is. Nou ja, dit is dus gewoon mijn navelbreuk. Dit hoort gewoon naar binnen te zitten. Maar dat weet niet of dat dus ooit nog komt. Want navelbreuk is een navelbreuk. Maar goed. En dat hield dus ook niet meer. Dus dit is mijn buik.
3 maanden na. Je ziet wel, die streep vervaagt wel echt heel erg. Maar ik mag dus ook nog niet echt heel veel buikspieroefeningen doen. Zo, even weer de camera dichterbij. Ik mag dus ook niet heel veel buikspieren doen. Ik moet nu vooral richten op ontspanning. En ik doe wel mijn diepste buikspieren wat aanspannen en ontspannen. En ik denk dat ik vanaf deze week een beetje de zijkanten ga proberen. Maar de rechter mag sowieso nog niet. Dus ja, het is natuurlijk gewoon allemaal nog niet. Maar weet je, ja, ik heb zoiets van, je hebt net een kind gebaard. En ik pas gewoon mijn kleren en het is prima. En ik, ja, dan maar even een boederbuikje. Dat was het denk ik alweer. Ja, mochten er vragen zijn, stel ze vooral hieronder in de comments. Vind ik echt ook heel leuk. Ook om, sowieso heel leuk om te horen van jullie allemaal en jullie ervaringen. Een zwanger en moeder. En echt superleuk. Ik word er heel blij van. Ik heb me natuurlijk, toen ik ooit op YouTube begon, had ik helemaal niet bedacht dat ik dit ooit zou gaan doen. Zeg maar over iets anders dan beauty en fashion. Maar ik vind het echt superleuk en ik vind jullie reacties echt fantastisch. Dus dankjewel daarvoor. Ik zou het super leuk vinden als je het filmpje leuk vindt om een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dat kan hier aan het eind van het filmpje of hieronder in de link. En ja, super bedankt voor het kijken. En verzoeknummertjes zijn nog steeds welkom. En dan zie ik jullie snel weer. Doeg!